Het congres van de Nationale Partij Suriname, NPS, heeft gisteren in een motie 3 besluiten genomen om in de coalitie te blijven. De partij wil in alle gevallen kiezen voor het volk. De NPS zal zich inzetten zodat op korte termijn het beleid van de regering drastisch wordt omgegooid. De partij stelt als hoogste prioriteit een goed sociaal beleid. Partijvoorzitter Gregory Rusland haalde aan dat er geen herhaling nodig is. Het is inmiddels bekend waar de schoen wringt bij de samenleving. De financieel-economische situatie van kinderen. Ik geef me een probleem, ik geef me een kerry. En zo zal niemand kunnen zeggen dat vanuit de NPS wij niet begrijpen dat UNO Makandra moest treffen, maatregelen, moest stik maatregelen voor zorgen dat we potak konden bakken. Dat we een spoor bij de staat voor draaien economie dat we een fasie. Er moeten maatregelen getroffen worden. Maar partijgenoten Kondreman, wij hebben vaker van deze kant uitgezegd dat terwijl wij maatregelen treffen, dat we moeten zorgen dat desma zoals voor het aan de onderste kant van de ladder, dat die niet achtergelaten worden, dat de mofinawana minri netana baka. Als ze deze periode van economisch herstel ook kunnen meemaken. Rusland erkent dat er veel is en wordt beloofd aan de samenleving. Echter is volgens hem te zien dat beloftes die gedaan worden niet worden nagekomen. Besluiten die worden genomen zijn niet in het belang van goed en transparant bestuur. Partijgenoten, als wij kijken naar de benoemingen die hier en daar plaatsvinden, plaatsgevonden hebben tot nu, dan moeten we constateren dat te vaak smaakcontrapressie in belangrijk orgafoon, in belangrijk bedrijf, in belangrijke instituten van ons, die geen kaas hebben gegeten van die materie. Dat is iets waar wij als Suriname, als regering, in de spiegel moeten kijken en moeten constateren dat dat gebeurd is. En dat dat absoluut aan een boendja kon rijden. We brokken kon rijden op zo'n fasie. Mensen die niet geschikt zijn voor posities, moet je niet omdat ze friends en family zijn benoemen. Het congres stelt ook dat het faciliteren van leden van de NPS in parastatale bedrijven niet in voldoende mate beantwoordt aan het streven van de partij om een daadwerkelijke kwantitatieve bijdrage te leveren ter verbetering van het sociaal beleid. Aan het hoofdbestuur wordt er mandaat verleend om verdere acties te ondernemen ter ombuiging van het beleid en op basis van de uitkomst daarvan besluiten te nemen met betrekking tot de wijze van verdere participatie binnen de coalitie.